Arbeidsminister Stephen McAndrew is formeel niet op de hoogte van de zaak waarbij de voorzitter van de Oganewerknemersorganisatie, OWAS, Marciano Hellings, is ontslagen. De bewindsman zei gisteren aan journalisten voor aanvang van de vergadering van de ministerraad dat hij nog geen melding heeft gehad van de afdeling arbeidsinspectie over het geval. Ik heb alleen vanuit de media vernomen wat er zich heeft plaatsgevonden. En als het ontslagwege of dringende reden is, is de procedure dat er een ontslagmelding moet worden gestuurd naar arbeidsinspectie, die dan zal toetsen als het gerechtvaardigd was of niet. De minister stelt verder dat er wettelijke verplichtingen zijn waaraan elk bedrijf zich moet houden ten aanzien van meldingen over ontslagen bij arbeidsinspectie. Wel, je hebt een bemiddelingsraad voor geheel Suriname. Als partijen vinden dat er bemiddeld moet worden, dan kan een van de partijen beroep doen op de bemiddelingsraad. Dus als ministerie hebben we als zodanig geen rol, omdat er toch wel instituten zijn die in het leven zijn geroepen voor dergelijke omstandigheden. McAndrew verduidelijkt verder dat bepaalde zaken zoals diefstal en bedrijfsspionage dringende redenen kunnen zijn voor staande voet ontslag. Hellings is ontslagen voor het delen van foto's van bedrijfseigendommen en het schenden van het vertrouwen van de werkgever.